Echt zo vreselijk allemaal, Chris? Er zijn natuurlijk ook goede voorbeelden. Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan Europarlementariërs die wel heel veel invloed hebben en echt niet oud-minister zijn. Bijvoorbeeld Bas Eickhout van GroenLinks. Laat elke partij nou eens de visie geven op waar gaat Europa heen. Ik wil graag een rechtvaardige samenleving en dan zullen we moeten kijken naar inkomsten en uitgaven. Bas Eickhout wordt vaker door de BBC geïnterviewd dan door mij. From Brussels by the Dutch MEP Bas Eickhout. Volgens mij is er één partij die het makkelijk heeft deze verkiezingen en dat is GroenLinks. Omdat wij heel duidelijk zeggen, Europa heb je nodig voor grensoverschrijdende problemen. In the end, we need to solve this together, really. Hij heeft meer kennis over het milieu dan menig oud-minister uit Nederland. Het systeem is echt heel simpel. De vervuiler betaalt. En dit Europees parlement heeft zich gewoon weer laten kapen door landbouwlobby. Terwijl het geld zou moeten gaan naar vergroening. En het einde van het proces zal de vraag zijn, Nederland, doe je mee, ja of nee?